Ik zou eigenlijk met de twee viervoeters de dijk op. Ik denk, dan kunnen ze daar even los. Nou, dat is het hem niet geworden, want meneer Kandel liep achter mij aan. En dan had onze Jolanka erover dat de onderste wortel onder de bladeren een luchtwortel was. Ah, fout. Ja, lieve vrienden, helaas kom ik pas laat in de eter, oftewel op de vlog, ja. Kon er ook niks aan doen, een drukke dag en ook eigenlijk weer niet. Het was een vreemde dag, tot nu toe. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zaterdag 5 december, Sinterklaasavond. Ja, althans, bijna. Het is 16:48 en waarom ik zo laat ben? Nou ja, ik zou eigenlijk met de twee viervoeters de dijk op. Ik denk, dan kunnen ze daar even los. Nou, dat is het hem niet geworden, want meneer Kandel liep achter mij aan de brug over en naar de grote weg toe. Ja, maar dat wil ik niet hebben. Nee, dus weer terug. Ik denk, nou, dan loop ik weer langs de gracht en zo weer naar huis. Ben nauwelijks thuis. Visite. Oké. Nou, en die zijn nou net de deur uit, tenminste een kwartiertje. En ik was even de boel weer aan het opredderen. Want de kopjes weer naar de keuken en even omspoelen, weten jullie wel. Omdat, Maar in ieder geval, zo van die doende ben ik dus vandaag laat. En ik heb me lekker gewassen helemaal. En heerlijk, lekker ervan opgeknapt. Want ik was echt vanochtend niet vooruit te branden. En ik was niet in orde. Ik had last van mijn maag. En ik had barstende hoofdpijn. Rugpijn, rugpijnhek nog. Maar daar is het is over. Ja, tenminste, de hoofdpijn blijft ten alle tijden. Maar ik kan ermee dealen. Ja, dat noem ik dan het is over. Kandalf, die is hier al. Elwing legt onder mijn bureau. Rijka legt op de bank. En straks, vanavond dan, komen Karin en Roderick weer op een bliksembezoek. Want ja, Karin moet natuurlijk weer werken. Nou ja, oké, dat kent toch allemaal. Ja, en dan kunnen ze ook te drinken krijgen. Ja, en er staan auto's van mijn deur op de stoep. Nee, niet eens niet op de stoeprand. En die staat te flikkeren met z'n lichtjes. Ja. Oh, hij gaat nou weg. Hankie dicht. En dan rijdt er vandoor. Nou ja, ook goed. Ik ga nog een lekker bakje koffie maken. En dan zal ik eindelijk ook voor mijn pc gaan zitten. Om eindelijk ook nog een vlog in elkaar te zetten. Ja, en nog weer een kerstplaatje te zien te maken. En dan wordt het ook tijd om de honden weer even uit te laten, denk ik. En dan om te eten. Ja, en ik zal nog wat doen. Ik zal met mijn tongpiercing aan de gang. Maar dat moet morgen dan maar. Dat zit eventjes een beetje raar, zo. Ja, ik heb deze ketting er ook weer bij om. Ja, dat is toch leuk. Ja. Die hoort bij die jurk. Dus ja, dat vind ik gewoon leuk om er weer eens even bij om te hebben. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden. Misschien ook vanavond ook nog even vlog. Ik zie het wel, Ja, ik heb een paar ideeën om dat eigenlijk ook te gaan doen, maar dan moet ik wel kopie erbij gebruiken en een beetje helder van geest zijn. En ik zou dat ook vandaag gedaan hebben, maar ja, dan krijg je onverwachts visite en dan loopt het allemaal weer spaak en dan, Ik zou ook mijn scootmobiel naar binnen halen om die kerstboom erop te zetten. Ja, nou, dat wordt het hem nou ook niet meer, dat moet bij daglicht. Ik moet er goed kunnen zien hoe en wat en ik heb touw nodig. Dus ja, en dan, En ik moet met mijn klakson aan de gang, want springt iedere keer los wat niet mag. En ja, ik moet het maar even bekijken hoe ik dat allemaal moet hebben. Dat is mijn luchthoren die ik van mijn man heb gehad.
En ik zag dat hij niet stuk was, maar dat hij er afgeschoten is. En ik had hem er wel weer op, maar hij was er weer afgeschoten. Ja, hallo, je moet blijven zitten zoals je zat. Simpel. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat met jullie gaan doen. Sinterklaas vieren met je kleinkinderen. Ja, je mag niet veel over de vloer hebben, maar het zijn je kleinkinderen. Hallo, het is familie, het is van jou. Dus doe normaal. Gewoon doen hoor. Ja, die boa's lopen echt niet langs huis en anders doe je gordijnen maar dicht. Zo is dat. Zien ze je ook niet. Maar in ieder geval, een prettige Sinterklaasavond allemaal. En geniet ervan. En ja, we merken het wel. Ja, ik geniet met mijn diertjes. Een cadeautje krijgen doe ik niet, maar dat boeit me niet. Nee, ik heb cadeautjes. Dat zijn mijn diertjes. Dat zijn mijn cadeautjes. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet en vergeet elkaar niet. Geef elkaar liefde. Simpel. Dat hoort erbij. In deze, vooral, nou, het hoort altijd, iedere dag weer. Maar vooral in deze tijd. Geef ook die vreemde die je daar ziet lopen. Of daar ziet rijden in een scootmobiel. Of loopt met een rollator of wat dan ook. Geef die liefde. Straal liefde uit. Krijg je liefde terug. Ja toch? Ja. Ik zou zeggen tot later. Doei. Hallo lieve vrienden. Een hele, hele goede middag. Ja, en het is alweer zondag 6 december. Sinterklaas is vandaag jarig, heeft het gisteren gevierd, maar hij is vandaag ook weer op de terugreis naar zijn eigen land. Ja, althans, eigen land, hij is daar niet geboren, nee. Maar in ieder geval, het is 15:24 uur, waarom zo laat? Nou ja, ik heb andere dingen al gedaan. Zoals met de hondjes gelopen en mijn vlaggenmast, het koord, was aan het tikken, dus dat heb ik weer opnieuw opgewonden. Wat Rijka mankeert, ik weet het niet. Haar ontlasting is normaal, maar normaal was dat het 1 keer per dag. Deze, haar poepje. Ze had het in de tuin gedaan voordat we weggingen. Had ik ze allebei even in de tuin, want ik had even op dat moment even mijn aandacht bij iets anders nodig. Ik ga maar even in de tuin. Nou, en ik ging met ze wandelen. Het is 2 keer langs de gracht gedaan. Elwing ook. En nou hier vlak voor mijn poort. Ik zei, nee, dat is lekker hè. Had je niet kunnen wachten voor in de tuin? Ja. Dus ik heb het ook gelijk opgeruimd. Ik heb bij de buren al een kaart op de brievenbus gedaan. Ik heb vanochtend ook met de honden bovenop mijn bed aan het stoeien geweest. Dus ja, ik heb al heel wat gedaan. Maar ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Het is vandaag, dus zondag, het tweede adventzondag. Ja, ik moet het alweer nog daar nog verder aan doen. Dat ga ik zo ook even doen. Maar daar zit er hier eentje lekker krijgen te wassen. En ja, nou. Dus ik ga het even hier aandoen. Hebben jullie even een moment? Ja, even wachten. Jeetje. Apenkop. Ja, maar. Een apenkopje. Ja. Zo. Nou. Toet. Nou ja, ik heb alle kerstverlichting nou aan. Ook de kerstboom is aan. Ja. En ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien. En ook de ster brandt en de lichtjes in die slingen brandt. Dat boompje wat daar staat, dat moet nog op mijn scootmobiel. Dat moet ik nog doen. Dus, en ik zal mijn orchidee er eens even bij pakken. Maar er loopt hier iemand voor mijn voeten. Dag Rijka. Dag Rijka. Nou, dankjewel. Bedankt.
Wat zal ik even neerzetten? Hier maar. Ga even fietsen stelen. Nou, dan gaat er hier weer een gedeelte dood. Moet ik weer afknippen, denk ik. Maar kijk, daar komen alweer knoppen aan. Ik hoop dat jullie dat kunnen bezien. Ja, maar er komt nog een scheut aan. En dat is deze hier. Even zien hoor waar ik zit. Deze. Ja. Die komt er nog aan. En dan had onze Jolanka erover dat de onderste wortel onder de bladeren een luchtwortel was. Ah, fout Jolanka. Kijk. Dat noem ik geen luchtwortel, want hier komen ook allemaal knopjes aan. Zie je dat? Kan je dat zien? Ik wel. En er zijn nog twee boos. Doe normaal! En de kleinste heeft een hele grote mond. Nou, klaar! Er is toch niks aan het handje? Ga eens even weg, kant af. Doe normaal. En die twee moeten dus even water, die twee planten. Ik zie niks. Nee, ik zie enkel een auto staan. Nou, en? Lekker pu. Ja, pootje, wat moet een beetje pootje? Kachel is heet hoor. Hé, hey. Kachel is heet. Ja. Kachel is heet. Kan je wel zien hoe mooi je bent? Hoe draai je nou om? Ga je ergens schamen? Oh, dat mag ook hoor. Jij mag je schamen. Ja, fruitje zal schoon water voor jullie pakken. Maar oké, okay, en jullie hebben een koekje verdiend. Ook dat nog, ja. Ook dat nog hebben ze ook verdiend. Dus dat zal ik ze ook geven. En ik wens jullie natuurlijk verder nog een hele fijne, mooie, liefdevolle, gelukkige tweede adventszondag. Of je nou alleen bent of niet. Of je nou kinderen om je heen hebt of niet. Maakt allemaal niet uit. Doe iets leuks voor jezelf. Doe ik ook. En dat ja, ik moet nou maar aan het werk. Nou ja, dat is niet leuk, maar het moet wel gedaan worden. En dat houdt je toch ook weer bezig. Ja toch? Ja. En ik weet niet wat ik het eerste moet doen, wat ik het eerste zal doen. Ik denk dat ik eerst de planten even water ga geven, dan de honden even water ga geven. En een koekje ga geven, dat ik dan mijn booster binnen haal. Want ook dat kan later wel en mijn booster niet. Dus ja, dat ga ik denk ik op die manier doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en lach. Doe ik ook. Kom op, gaan we samen lachen. Ja toch? Samen zingen, samen huilen, samen lachen. Moet allemaal kunnen. En een keer te schijt aan dronkenaartje. Ofwel, wat hun daar zeggen. Maar in die andere stad. Nee, ik doe mijn eigen ding. Ik leef mijn eigen leven. Het enige is wat ik doe. Ik hou afstand. Die anderhalve meter. Maar daarom, ik zing en ik lach en ik praat en ik doe gewoon hoor. Ja, enkel van de mensen, ja, mijn eigen kinderen, die geef ik wel een kus, weet je. Zoals Karin en Roderick, dat is toch mijn eigen, mijn schoonzoon en mijn dochter. Nou, ik denk dat die, ja, ik heb geen kinderen, die klojo, maar... Zijn moeder dan, hè, die is ook overleden en het schijnt ook nog een huilenbalk te zijn. Had ik nooit niet achtergezocht. Ja, mafklapper. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot ja, misschien later, ik weet het niet. Ik ben het gisteren ook helemaal vergeten af te sluiten. Het maakt allemaal niet uit, als het wel leuk blijft. Ik plak gewoon alles weer van het weekend aan elkaar vast. Ja toch? Komt allemaal goed, ik zou zeggen, lieve vrienden. Tot later.
En blijf lachen, wat er ook gebeurt. Tot dan. Ja, lieve vrienden, het wordt het is al donker, laat ik het zo zeggen. Het is al avond, ja. En ik ben laat. Want ik moet nog eten en al, maar ik heb druk gehad. Ik heb een vlog in elkaar gezet. Ik heb een plaatje voor iemand in elkaar gezet. Dan moest ik 3 plaatjes voor maken. Een bestelling dus. Eentje heb ik er al af. Vandaag de 2e, morgen de 3e. Karen die belde me net. Rijka die was eventjes stout, dus die heb ik eventjes weggedrukt. Nou zijn ze weer lief, allebei, tenminste Elwing is al die tijd al lief. En Elwing die kwam eerst voor de helft op mijn schoot staan. Oh ja, en dat is mijn dunne beentjes, want ik heb niet mijn dikke benen. Dat voel je wel. En later dacht ze van, nou ik kom er voor de helft bij op schoot leggen, vrouwtje. De ene helft op de bank, de andere helft op je schoot. Ik denk, oké, dan. Nou ja, zo lief, zo aandoenlijk. Maar hun kunnen eten wanneer ze eten willen, want er staat altijd eten voor ze klaar. Voor Gandalf, nou die krijgt dus 2 keer per dag met nat voer erbij. En hij heeft boven droge brokken staan, dus daar kan hij ook zo bij. Maar dat natte vlees natuurlijk niet, hè. Dan krijgt hij ook brokjes met wat nat vlees erdoor. Dus dat moet ik klaarmaken. En zelf, ja, ik ben ook nog niet toegekomen om eten te maken dat ik eet maar brood. Ja, iets anders zit er vanavond niet in. Nee, ik kan er niks aan doen. Pech gehad. Ja toch, we gaan gewoon door met die banaan. Als je maar eet, het maakt niet uit wat. Ja toch? Ja. En zometeen kerstfilm kijken, dus ja. Lekker bezig. En die afwas, nou, dat komt morgen wel. Daar hou ik me morgen wel mee bezig. Even een kopje op de hand afwassen voor Astrid. En de rest huppeta in de vaatwasser. Ja toch? Ja. Maar voor nu zou ik zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie 2e Pinksterdag wil ik zeggen. Ja hoor! 2e advent, zondagavond. Wees blij, wees happy. We gaan op naar de kerst en ik weet zeker dat iedereen gewoon het moet vieren zoals je het wilt vieren en zoals je het gewend bent om het te vieren. Geen mens die jou daarin tegen kan houden, want alleen jij kan dat doen en een ander niet. Ja toch? Dus zeg lieve vrienden, geniet nou ook, doe ik ook, ik ben gek met mijn diertjes, ja. Hier zit Gandalf, daar liggen Elwing ligt onder mijn bureau en Rijka die springt nou net op de bank. Dus ja, nou en dit moet ik nog invullen, anders kan ik geen boodschappen doen. Dan kan ik, denk ik, morgenmiddag even een rit door de stad heen doen. En dan is dat het dichtstbij. Dat is verder weg. Dat is ook dichterbij. Wacht even, dat is nog dichterbij. Zo, dat is nog verder. Nee, wacht even. Ja, die kan ik ook bij hun door de brievenbus doen. Dat is mijn nicht, dat is aan de andere kant. Dat is ook hier dichtbij in het centrum. Oh, nou ja, we zien wel, het gaat gewoon door elkaar heen. Ik bekijk het morgen wel, wat ik het eerste kan doen. Maar in ieder geval, die moet ik invullen. Deze is voor nood. En ik krijg nog een andere, die is nog beter. En dus, komt allemaal lekker goed. Ja. Maar oké, lieve vrienden, hou vol goede moed en geniet. Ja, en een hele fijne avond. En voor later op de avond, wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.